vertrouw op je buikgevoel, maar doe dan een knipoog naar de ratio. En dan ben je helemaal goed. Ik denk vooral op mijn buikgevoel. En die klik moet er zitten. En nadien zal de ratio wel beginnen spelen. Toch wel ratio. Ik ben een heel rationeel ingestelde persoon. Die intuïtieve factor inschakelen. Dat is voor mij belangrijk om de juiste beslissingen te nemen. Ik ben een zeer gepassioneerde madame. Ik ben een bom van energie. Dus dat is mijn grootste trofee. Van mijn superkracht zou zijn, is mijn gezond boerenverstand. Ik probeer sowieso connectie te maken met iedereen rond mij. Dat maakt een kracht. Voor mij is dat geen of-verhaal, maar eerder een en-verhaal. De liefde moet komen van beide kanten. Leadership by example, walk the talk. Dus om geëngageerde mensen te hebben, is dat voor mij meer een top-down approach dan een bottom-up. Bottom-up. Er moet uiteraard top-down een forum worden gecreëerd en een draagvlak zijn. Bottom-up, top-down en peer-to-peer. En dat is de kracht juist van een geëngageerde workforce. Een gevoel van ik hoor erbij. Ik wil meedoen. Tevredenheid, denk ik. Of gemotiveerd. Kracht. Omdat ik heel erg geloof in de kracht van een groep van mensen en van ieders talent. Ik zou het samenvatten als geloof. Het is heel belangrijk een geloof te hebben in wat je doet en in de organisatie waar je in zit ook geloof hebben wat die organisatie doet. Het zou schitterend zijn dat we aan de medewerker natuurlijk daarin keuze laten. Dan zou ik toch wel naar een 60-40 verhouding gaan. Dus 3 dagen focus, 2 dagen commute. En de stuk op het werk is zeer belangrijk voor de sociale relatie, het contact te houden, fysisch met het bedrijf, met de mensen daar. Ik denk de ideale balans is hetgeen waar de persoon zichzelf goed bij voelt en waar de organisatie nog altijd zijn productie of zijn efficiëntie kan uithalen. Duidelijkheid. Wat verwacht ik van u? Wat is uw opdracht? En dan, alsjeblieft, laat mij dat invullen volgens mijn inzet, competentie, creativiteit. Voor mij start dat met jezelf. Met de strategie van een bedrijf. Met een duidelijke visie en een duidelijk waardekompas. Samen in interactie gaan, leren van elkaar en elkaar inspireren. Schitterende paneel van mensen met bepaalde expertise, komende van verschillende industriesectoren, dus zeer boeiend. Mensen vanuit mijn eigen ervaring en hoe dat ik in het leven sta te kunnen inspireren, maar ook om geïnspireerd te worden. Ik kijk vooral naar uit om die dossiers te lezen en zelf geïnspireerd te geraken door fantastische ideeën. Dat gaat jou helpen om naar nog een hoger niveau van engagement te gaan. Dat gaat jou zoveel positieve energie geven. Je krijgt zoveel feedback van zoveel verschillende mensen, waar dat je onmiddellijk mee aan de slag kan gaan. En het is ook een trigger om de dingen eens anders te bekijken. Doe mee, dat is schitterend. Doe je niet mee, kijk dan toch waar wij mee bezig zijn. Waar de mensen en het bedrijf beter van worden. Als bedrijven kunnen deelnemen met hun ideeën, dan gaan ze misschien versterkt buiten gaan met nog tientallen andere ideeën van anderen. En elkaar inspireren, dat is de toekomst van morgen.